ronde 1 van de Lotto Eredivisie Triathlon 2015. Met vandaag de Stadstriathlon in Weert en net als vorig jaar het NK over de Olympische afstand. 47 vrouwen zijn dan goed weg voor het zwemonderdeel van 2 rondes in het kanaal in Weert. Watertemperatuur vandaag bijna 20 graden, luchttemperatuur niet hoger dan 15 graden en met een stormachtige wind zou het een zware wedstrijd worden. Het is Jasmijn van den Burg die als eerste de boei weet te ronden en een kleine voorsprong neemt tijdens het zwemonderdeel. Zij zal ook na de eerste ronde als eerste doorkomen. Met een ferme duik op weg naar de tweede zwemronde. En ook Marije Dankeman en Kirsten Nuijers goed voorin tijdens het zwemmen. Zij zijn het ook die als eerste naar de wisselzone toe gaan. En Van den Burg mag dan het wetsuit uitdoen en als eerste gaan vertrekken voor 42 kilometer fietsen. Verdeeld over 6 rondes langs het kanaal in Weert. Ook Nuijers goed weg. Dankeman en ook Lynn Peters verliezen dan al snel de aansluiting. En dan ontstaat een kopgroep met Jasmijn van den Burg die uitkomt voor Hellas Triathlon. Met ook Kirsten Nuijers, Ilona Eversdijk van TP Almere, Sandra Wassink uit Hoevelaken is van de partij. En ook Sarissa de Vries van Ferro Mosee weet als laatste aan te sluiten in de kopgroep. De dames werken goed samen, nemen steeds meer voorsprong op de achtervolgers. En er is slechts 1 atleet die uiteindelijk nog de sprong naar de kopgroep weet te wagen. 80 seconden achterstand na het zwemmen weerhielden de Pien Kulstra uit Boekelo niet van om alsnog in haar eentje naar de kopgroep toe te rijden. Net na de helft van het fietsonderdeel weet Kulstra de aansluiting te maken, kan dan even achterin bijkomen. En als vervolgens Wassink is weggevallen uit de kopgroep, blijven er opnieuw 5 koploopsters over. In de slotronde dan een demarrage. Sarissa de Vries op avontuur met Ilona Eversdijk en ook Pien Kulstra. En met z'n drieën gaan zij naar de tweede wissel toe. Het is de Vries die als eerste haar fiets weg gaat zetten en aan het looponderdeel van 10 kilometer mag beginnen. 6 rondes door het stadcentrum van Weert. Ook Ilona Eversdijk sluit aan en Pien Kulstra is mee. Van den Burg is dan toch op achterstand binnengekomen na het fietsen en zal uiteindelijk terugvallen naar plek 20. Pien Kulstra neemt direct het voortouw en Sarissa de Vries gaat mee, zolang als ze maar kan. De wind waait sterk, de vlaggen hangen scheef. Kulstra naar het keerpunt toe aan het eind van de loopronde met Sarissa de Vries nog steeds in het spoor. Ilona Eversdijk heeft het moeilijk, maar weet wel plek 3 vast te houden. En ook Kirsten Nuijers, net eindexamen HAVO gedaan, op haar eerste Olympische afstand heeft het niet makkelijk met deze 10 kilometer lopen. Pien Kulstra dan, in de wetenschap dat ze steeds iets verder wegloopt van Sarissa de Vries, mag zich klaar gaan maken voor het vieren van haar eerste nationale titel. Na 2 titels op het schaatsen, de 3 en de 5 kilometer en een NK wintertriathlon, wint Kulstra vandaag voor het eerst het NK Olympische afstand triathlon. Voor Sarissa de Vries, in 2012 al als winnares van het NK Sprint Triathlon in Groningen. En de 3e plek is voor Ilona Eversdijk, die blij is dat zij vandaag op het podium kan staan. Kirsten Nuijers, de belofte voor de toekomst die vorig jaar aan de Jeugd Olympische Spelen deelnam, laat zien dat zij eraan komt met plek 5 vandaag. Plek 4 was voor Sandra Wassink, die een goed looponderdeel kende en nog tijd goed wist te maken. En bij de teams pakte Hellas uit Utrecht ternauwernood de zegen met maar 1 puntje voorsprong op de dames van TC Twente. De 3e plek was voor Trivio Long Distance uit Nieuwegein. De uitslagen nog op een rijtje. En ook het teamklassement waarin Hellas dus de eerste koploper is in de Lotto Eredivisie Triathlon. Volgende week zijn we te gast bij de Triathlon Amsterdam Nieuw-West, waar een team triathlon op het programma staat.